Ja, net met fietsen. Ze mogen, ach, nou hier mag fietsen. Dat is toch levensgevaarlijk? Ja? En oversteken. En in het algemeen, in het verkeer? Ja. Ze hebben geen tijd, hè? Ze hebben geen tijd? Nee. Ze zijn snel. Algemeen, ja. Ja. Dan komen wij nog niet verder als in de omgeving en bergen op zo'n mogen rijden. En, maar het is overal druk. Maar wat is nou de grootste ergernis voor u? Het verkeer? Vrachtwagens hier. Vrachtwagens? Ja. Ook de vrachtwagens die deuren. En ook veel sluipverkeer van vrachtwagens. Hè? Als ze achter op je bumper zitten. Bumper kleven? Ja, bumper kleven. En als je dan een bepaalde snelheid rijdt, dat ze zo nodig allemaal voorbij moeten chasen. Dan kom ik slecht tegen. Ja. En langzame rijders. Ja? Ja. Beetje vaart erin? Ja, niet te veel sukkelen. Ik hou me niet aan de snelheden. Je rijdt veel te langzaam? Nee, te hard. Waar ergert u zich het meest aan? Langzaam rijden. Langzaam. Ze zijn hier wel van doorrijden, hè? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Ik voel me nou hartstikke veilig in het verkeer. Ja? U bent een topchauffeur. Nou, dat wil ik niet zeggen. Nee. Maar ik maak behoorlijk wat kilometers onderweg, dus. En tijdens al die kilometers die u maakt, wat is dan uw grootste ergernis als het gaat om medeweggebruikers? Links rijden. Links rijden? Links rijden en bumper kleven. Ja? Ja. En wat doet u dan? Mijn gas losladen. Dat er tegenwoordig zoveel door rood gereden wordt. Door rood? Ja. Mag niet? Nee, maar het gebeurt heel veel. Ja. Ja. En daarmee, als jij dan zelf door groen gaat en je trekt op, en dan gaat er nog één door rood. En is boem. Wordt dat heel, nou ja, als je niet uitkijkt wel. Ja. Ja. Wordt in ieder geval wel gevaarlijk. Op de grote weg? Ja. Ja, voor mensen die dus wel eens te zachtjes rijden. Te zachtjes? Ja, ik bedoel, maar dan rijden ze 90 waar 120 mag en dat vind ik wel eens irritant. En dan? Dan ga ik er voorbij.